We gaan deze haag weer vernieuwen. Of tenminste weer in een model brengen. Dus een haag, het mooiste is een haag in piramidevorm. Dus van boven smaller en onder wat breder. Dan kan er mooi volledig licht in komen. We zijn hier op de Tuinmansfontein in Frederiksoord. Waar ooit heel veel scholieren deze tuinen onderhielden. En sinds 2005 is hij dicht, is naar Meppel verhuisd onder andere. Het groen onderwijs. En deze tuinen hebben hun eigen gang kunnen gaan. Vandaag is snoeidag. Een groep van ongeveer 8 vrijwilligers die van alles doen. Nou ja, het onderhoud van het park. Dus dat is van onkruid vrijhouden, hagen knippen, snoeien. Ja, alles wat in een tuin moet gebeuren eigenlijk. Maar dan door vrijwilligers, amateurs. Mensen die er nooit een herkenschaar in de hand hebben gehad, die komen voorbij. Dus het is een heel leuk gemileerd publiek. Ja, zeker. Ik ben hier op school geweest van 1961 tot 1966. En toen was het hier nog een hogere tuinbouwschool. Ja, en dat was een hele, hele interessante en hele leerzame en prettige tijd. 24 jaar geleden volgens mij ongeveer, zat ik hier op school. En heb ik de hoveniersopleiding gedaan, aanleg en onderhoud. Dus ik heb hier ook wat langer op school gezeten dan nodig was, want het was te gezellig. Nou, sinds ik van school af ben, weet ik ook dat er gefuseerd is en dat er dus de scholen van Meppel, dat daar de tuinschool naartoe is gegaan, wat ik heel jammer vond. En hier wel vaak wezen kijken en toen zag ik dat er ook best wel verval was, wat logisch is, wat me echt aan mijn hart ging. En zo is het op gang gekomen dat ik vrijwilligerswerk kon doen, na jaren pas hoor. Er zijn heel veel vrijwilligers die actief zijn, ik denk een groepje van 20, die de een meer dan de ander. En we zijn ook altijd weer op zoek naar nieuwe vrijwilligers die zin hebben om iets te doen. Per seizoen ook iets anders. We kunnen natuurlijk er niet van maken wat de 300 tot 500 scholieren deden. Dus we pakken het per vak aan en we hebben ook hele stukken die gewoon nog voor de natuur zijn. En de zangvogels weer in kunnen broeden in het voorjaar bijvoorbeeld. Ja, het is in die zin wel net wat anders dan het was. Maar nog steeds echt een prachtige plek waar we echt ook de hulp nodig hebben van vrijwilligers om hem te kunnen onderhouden. RTV Drenthe.